Coach, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst en vooral, beste wensen voor het nieuwe jaar. Ja, dank je. Ik denk dat ik al weet wat ik jou mag wensen voor overmorgen. Drie punten. Ja, zoveel mogelijk drie punten in 2023 hè. Uh, Ik hoop dat we, het, uh, dat we het nieuwe jaar goed kunnen inzetten. Januari, drukke maand ook meteen en een heel belangrijke maand. Eh, drukke en een heel belangrijke maand. Hè. Ik denk dat we tegen uh, tegenstanders die, die, die net onder ons uh, uh, zitten. Dus ook met ook uh, met de kwartfinale van de beker, dus uh, het wordt een heel drukke maand. Hoe zijn de jongens uit dat weekendje gekomen met nieuwjaar? Hebben ze er allemaal wat van kunnen genieten? Ik denk wel dat ze er allemaal wat van hebben kunnen genieten. Ze hebben een paar dagen vrij gekregen en... Uh, um, we zullen zien hoe, dat, uh, hoe dat de groep verder reageert, maar we hebben een goede trainingsweek achter, achter de rug. Heb je er zelf ook wat van kunnen genieten van nieuwjaar? Ja, natuurlijk. Nieuwjaar is altijd uh, iets wat je doet met, uh, met vrienden of, of, of met familie. en Dan uh, kan je er altijd wel eventjes van genieten. Hoe pak je die wedstrijd tegen zo te Want die hebben net nog twee transfers aangekondigd. Kan zijn dat die jongens meedoen, kan zijn dat ze nog niet meedoen. Gaat dat bij hun iets veranderen, denk je? In onze manier van spelen, niet, uh, niet zozeer, maar je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat ze misschien uh, eventueel een ander systeem gaan spelen. Uh, maar de jongens uh, weten dat ze vooral op hun eigen spel moeten focussen. We hebben de sterkte en de zwaktes van Zult uitgebreid geanalyseerd. Dus uh, de jongens die zijn op de hoogte en ook uh, dat er twee nieuwe spelers zijn. Maar die kennen ze natuurlijk ook, uh, ook al, dus uh, dat zal er ook uh, geen probleem zijn. Ja, dat is misschien het voordeel, dat die alle twee uit de Belgische competitie komen. Vormer en Bruls. Ja, jongens weten waaraf en waaraan met die gasten. Ja, absoluut. En, en uh, ja, het zijn, zoals je zei, het zijn twee spelers die gekend die zijn. Dus dat mag al zeker geen, geen excuus zijn. Ze zullen natuurlijk moeten afwachten uh, hoe ze juist de pionnen gaan zetten. Uh, maar de, de jongens zijn voldoende gepriest. Verwacht je daar iets van? Dat ze bij Zulte dan plots iets helemaal anders gaan doen dan wat je op voorhand gezien hebt? Of? Uh, dat kan. Dat kan, uh, wel gezien dat uh, Zultewaren vrij flexibel is in, uh, in hun spelsystemen. Dus uh, we vragen ons aan verschillende scenario's. De winterbreek ligt nu iets anders dan gewoonlijk. Hè. Is dat een voordeel, een nadeel geweest met die drukke januari-maand of maakt dat weinig uit? Uh, we zullen zien met de wedstrijden, maar uh, ja, het, is, het is voor iedereen nieuw geweest. Hè. Nee, en iedereen uh, vult dat in hoe hij, uh, hoe hij zelf voelt en waar hij zich goed bij voelt. Uh, we hebben voor een bepaalde manier uh, gekozen en voorlopig hebben, voorlopig hebben we ons nog niet beklaagd. Oké, okay. zijn er nog bepaalde dingen waarvan jij zegt dat zou ik graag zien in die eerste maand van het nieuwe jaar? Gewoon dingen waarop we getraind hebben, die principes die we, de, die we erin aan het trainen zijn, dat die, dat die goed tot uiting komen en dat we gewoon uh, goed voetbal kunnen brengen en uh, de nodige punten kunnen halen. Oké, okay, top, dan wens ik jullie daar heel veel succes mee in het nieuwe jaar. Dank u wel.